Het aantal toegestane personen bij bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten wordt voortaan bepaald door de capaciteit van de ruimte. President Chandrika Prasad Santokhi zei gisteren tijdens zijn toespraak dat de maatstaf nu is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter. Verder is er verandering gekomen in contactsportactiviteiten in de buitenlucht. Sportactiviteiten in de buitenlucht, zoals recreatief volleybal en voetbal, mogen plaatsvinden met inachtneming van de desbetreffende protocollen. Echter, zonder scheidsrechters en of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat de overige contactsporten niet zijn toegestaan. Met betrekking tot recreatieve sporten mag gesteld worden dat de protocollen voor volleybal, voetbal reeds zijn vastgesteld. Wij werken zeer voortvarend aan de protocollen van de overige takken van sport. Het rechtstreeks personenverkeer uit Nederland is beperkt. Het staatshoofd zegt dat personenverkeer uitsluitend is toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of spoedgevallen van persoonlijke aard. Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. In alle gevallen kan reizen uitsluiten nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten. Neemt u contact op met de desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u medegedeeld na verkregen toestemming. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens zijn toespraak over de nieuwe geldende COVID-regels in Suriname.